ongeveer 6 jaar. En toen wist ik al dat ik films wilde maken. Ik ben geboren en opgegroeid op Curaçao. Als ik televisie keek, dan keek ik bijna altijd kanalen van buitenland. Venezolaanse televisiestations of Amerika. En als je films keek die hier gefilmd waren, dat waren altijd mensen die vanuit Amerika, vanuit Nederland kwamen naar een Caribisch deel en iets filmden. En dat is altijd een, zeg maar, mismatch. Het is altijd een andere smaak. Dus je voelt heel erg het niet-echte. En daar wilde ik toch een andere draai aan geven door zelf dingen vast te leggen, door zelf met verhalen te komen. Al mijn documentaires tonen eigenlijk een stukje Caribische context. Als de zon nog even terugkomt, zou ik lekker zijn. Het wordt steeds Nederlandser hier. Ik denk dat zijn weerslag nog wel een keer krijgt. Want dan krijgen we gewoon Nederland onder een zonnetje. En daar zijn toch ook een heleboel mensen niet van gecharmeerd. En dan komt de toerist ook niet voor en dan zijn we alles kwijt. Om jezelf terug te zien, dat is een belangrijk aspect voor jezelf. Dat is heel erg empowering. En dat is iets wat ook altijd gemist was. We gaan nu naar een Montuno-feest bij Club de Shell. Dit soort feesten, dat is eigenlijk nog, zeg maar, een van de hidden treasures van Curaçao voor mij. En echt een hedendaagse representatie voor de Afro-Curaçaose gemeenschap op het eiland. In dat feest is eigenlijk de setting waar mijn volgende film gaat plaatsvinden. Ik denk dat deze film wel een film gaat zijn die wat pijnpunten naar boven zal brengen. Die te maken hebben met het koloniale verleden. Die te maken hebben met de Afro-Curaçaoleense gemeenschap. Ja, onze ervaringen in een Caribische context. Enigszins is het voor mijn eigen curiosity te vervullen. Anderzijds is het ook een soort van missie om iets vast op. Iets vast te leggen, zeg maar, voor de volgende generaties. Aan de andere kant ben ik ook installaties gaan maken wat anders is dan film. Omdat ik juist heb beseft dat je niet zomaar kan representeren. Er zitten altijd meerdere lagen, waardoor het complexer maakt. En dat proces van het complexiteit is eveneens gelijk als de samenleving van het Caribisch gebied. Mix Me Up was een installatie geworden terwijl ik begonnen was om een film te maken. Het idee was om een heel kenmerkend gegeven te nemen van het Caribisch gebied en dat is carnaval. Wat ik heb gedaan is eigenlijk op een hele correcte exposure, het was in de avond, heb ik de parade gefilmd. Wat maakt dat je alleen maar de contouren van de lichamen ziet. Wat maakt dat je een gemeenschap ziet zonder, zeg maar, het te hebben over kleur, zonder te hebben over ras. Toen ze me vertelde dat ik de Charlotte Keuler-prijs heb gewonnen, toen, ja, werd ik emotioneel. En mijn eerste reactie was van, ik kan werk maken. Het maken van werk voor mij is belangrijk omdat het een documentatie is van je bestaan. It means I was here and I was able to have a voice.